Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Beste mensen, welkom bij Rotterdam, mijn thuis. De 9e van 15 uitzendingen over de bestrijding van racisme en discriminatie. Hiermee willen we direct in de huiskamer bijdragen aan het publieke debat door verschillende meningen, achtergronden en deskundigen een plek te geven in de uitzending. Deze keer ga ik praten met dokter Jenny Veldman, assistent professor aan de Universiteit van Utrecht. Wat betreft sociale psychologie, sociaal-psychologisch onderzoek op het gebied van sociale identiteit en educatie. Ik geloof dat het staat geïnstitutionaliseerde ongelijkheid. Maar u gaat me ongetwijfeld verbeteren, dokter Veldman. Welkom in de uitzending. Hey, goedenavond. Dankjewel. Het ging even mis met de aankondiging. Wat bent u nou precies? Want ik heb het even verkeerd opgeschreven, meen ik. Ik kon het zelf even niet lezen. Kunt u dat misschien? Dat ja? is helemaal oké. Okay. Ik ben inderdaad sociaal- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Utrecht. En breed gezien inderdaad doe ik onderzoek naar ongelijkheid in werk en onderwijs. En dan voornamelijk om de vertegenwoordiging van bepaalde groepen, waaronder vrouwen. Wat denk ik is waar we het voornamelijk over gaan hebben vanavond. Absoluut, absoluut. Dank u wel voor de verbetering. Zoals ik al zei, we gaan met u praten over vrouwenrechten. Dat heeft u zelf ook aangegeven. Mijn eerste vraag wat dat betreft is, wat zijn die vrouwenrechten precies? Wat houdt dat in? Ja, dat is denk ik een hele brede vraag. Het bestaat natuurlijk ook heel veel. Ik denk als eerste denk je uiteraard aan ook hoe het is geregeld in de wet. En daarin is natuurlijk enorm veel verbeterd. Er is heel hard voor gevochten over de jaren. Denk aan dingen als kiesrecht, heel lang geleden, maar ook meer recentelijk andere rechten. In verschil met feministische golven. En ik denk wat belangrijk is dat gelijke rechten op papier betekent niet altijd per se gelijke kansen in de praktijk. Dus als je kijkt naar de rechten op papier, dat is in principe gelijk voor tussen man en vrouw in de meeste gevallen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, je denkt bijvoorbeeld zwangerschapsdiscriminatie mag bijvoorbeeld helemaal niet. In de praktijk gebeurt het natuurlijk wel regelmatig. In het systeem gaan we er ook een beetje vanuit dat mensen dan zelf actie ondernemen. Maar je ziet ook dat dat vaak niet gebeurt. En dat is ook niet zo gek als je bedenkt dat je vaak in individuele gevallen niet zo goed weet of iets nou discriminatie was of niet. Maar als je uitzoomt en je ziet dat er wel verschillen zijn daarin en dat vrouwen in die zin dan dat dat wel gebeurt, dan kan je wel zeggen dat het wel een probleem is. Ja. Maar goed, in ieder geval is dat dus wel lastig. Ja. En ik denk, uiteraard, ik ben niet een jurist, dus in die zin het wettelijke stukje kan ik niet zoveel zeggen, maar mijn perspectief als psycholoog of organisatiepsycholoog is dan wel, of vooral ook, hoe interpreteren mensen zelf hun situatie, welke invloed heeft het op hen en op welke manier zien we dat dit dan uitwerkt op de werkvloer. Ja, ja, uiteraard. Maar waarom is het belangrijk om het belang van vrouwenrechten te blijven benadrukken? Want zoals u al aangaf, de praktijk is anders dan, dan de wet, dan de regelgeving. Dus waarom is het zo van belang? Ja. Kunt u daarop reflecteren, alsjeblieft? Ja, zeker. Als je denkt, zeg maar, als je kijkt in de geschiedenis, in de strijd voor vrouwenrechten, dan zie je dat, bijvoorbeeld in de tweede feministische golf ging het heel erg over blijf van mijn lijf. Hele concrete zaken met hele duidelijke achterstelling voor vrouwen. Ja. Je ziet nu natuurlijk dat die kwesties deels ook weer opspelen. Je ziet altijd golven, dat dingen verbeteren en veranderen. Maar als we weggaan van status quo, zie je ook altijd wel weer dat af en toe wordt geprobeerd om ze daarnaar terug te brengen. Ja. Maar wat je ook ziet, is dat er ook wat meer, dat er voor andere meer subtiele dingen eigenlijk aandacht gevraagd wordt. En wat eigenlijk hier ook wel aan gelinkt is. Ja, zoals? Bijvoorbeeld dat op de werkvloer dat er meer en meer vragen gesteld worden bij dingen die we eigenlijk vragen van werknemers. Dus hoeveel uren we werken, competitieve werkculturen. En ook als je denkt aan een soort de werkwereld, hoe dat is opgezet of waar dat is op gebaseerd, is natuurlijk een heel, die zijn best nog wel een oud idee van een kostwinnaar die zich volledig kan focussen op werk en iemand die zich focust op het huishouden en zorgt voor kinderen en familieleden, et cetera. Ja. En de wereld zit natuurlijk niet meer helemaal zo in elkaar, maar eigenlijk is het systeem daar best nog wel op gebaseerd. En je ziet ook wel dat dat gaat dringen. Dus vragen over part-time werk, partnerverlof. Veel vrouwen die zeg maar daarin struggelen, ook veel mannen die zich daar misschien niet helemaal thuis voelen of zoiets. Ik wil ook meer betrokken zijn bijvoorbeeld bij opvoeding van kinderen. Ja.
Nou, dat is wat minder concreet natuurlijk, maar ook niet minder van belang. En dat gaat ook echt wel een beetje over, nou ja, wat voor de samenleving willen we eigenlijk, hoe willen we het eigenlijk organiseren met elkaar? Ja, u zegt met zoveel woorden dat we in een best wel conservatieve samenleving, althans dat de wetgeving daarop gebaseerd is, op een beetje het oude model. De kostwinner misschien, de man en de vrouw die thuis zit. Maar dat Zweedse model, waarbij bijna alles 50-50% is, gelijk gedeeld, verdeeld is. Mm-hmm. Zouden we daarna moeten streven? Is dat uw idee als het gaat om... Dat vind ik een lastige. In de zin van, ik bedoel, dat is ook niet een ideale wereld. Ik denk wat ik vooral ook wil benadrukken is, hoe we het eigenlijk hebben georganiseerd met elkaar. Of hoe we zien hoe werk in elkaar steekt. Dat vaak nog best wel op oude systemen is gestoeld. Ja. Je zit inderdaad in bijvoorbeeld iets als Zweden. Inderdaad is daar meer aandacht voor dingen als partnerprof. In Nederland was natuurlijk ook ontzettend veel veranderd. Sorry, ik heb dat woord niet verstaan. Als partner wat? Wat zei partnerverlof, je? Zeg partnerverlof, maar. Dus ja. U sprak een beetje snel, sorry. Ja, gaat u ja. Nee, ik heb die neiging af en toe. Maar daarin, dat zie je, zeg maar, bijvoorbeeld inderdaad in Zweden is dat in die zin veel beter geregeld. In Nederland zijn daar natuurlijk ook best wel wat dingen in veranderd. Ja. Betekent natuurlijk niet dat daar, je ziet daar natuurlijk ook wel veel nog verschillen tussen mannen en vrouwen. En ook dat stereotypen daar zeker ook nog wel gewoon een rol spelen. Dus dat betekent ook zeker, zeg maar, helemaal vrije keuze hebben in dingen betekent ook niet dat stereotypen geen rol spelen. Ja. We zien juist ook vaak, ook bijvoorbeeld Nederland is in die zin best wel een rijk land. Ja. Dus in die zin is er, bijvoorbeeld ook bij studies en dergelijke zie je ook dat mensen vaak best wel veel keuze hebben. En hoe meer eigenlijk vrijheid daarin ook is, zeg maar, dus dat je minder hoeft te laten leiden door financiële redenen waar wat je gaat studeren, dat dan misschien juist ook onze ideeën over van... wat meisjes meestal kiezen, wat jongens meestal kiezen, juist ook een grotere invloed hebben. Ja, ik lees er wel eens een artikel over en mijn indruk is dat veel vrouwen, corrigeer me als ik het fout heb, ik mag ook niet generaliseren, maar ik ga het toch even doen, het wel fijn vinden om dat oude model, dat conservatieve model, om dat de man veelal het fulltime baan heeft en dat zij misschien een parttime baan hebben. Maar als je het vergelijkt met de rest van Europa, andere vrouwen in Europa, dan schijnt het, corrigeer me ook op dit punt als ik ongelijk heb, dat Nederlandse vrouwen het, wat dat betreft, als het gaat om arbeidsparticipatie, niet zo goed doen. Hoe komt dat toch? Ja, klopt. In het Nederlands zijn echt een beetje kampioen deeltijdswerk. Inderdaad, ja. Je hebt echt een ander hoogverdienersmodel. En eigenlijk ook het hele systeem is daar ook een beetje op ingericht. Hè? Dus in die zin, dat maakt het ook niet makkelijker om het anders te doen. Ja. En de vraag is inderdaad, waar komt het vandaan? In discussies inderdaad, ook in de media en dergelijke, richt zich ook vaak op dat... Ja, een soort van, vrouwen willen gewoon niet werken. Het is een persoonlijke keuze. Of ze willen gewoon gelukkig zijn. En dit maakt ze gelukkig. Is dat exact. Misschien... Ja, en dat werkt natuurlijk ook inderdaad. Is het een probleem? En ik denk eigenlijk dat het ook een heel goede ontwikkeling is. Dat mensen soms ook denken, ja, werk is ook niet alles. Ik denk dat het last, zeg maar, dat is ook het moeilijke. Hè? Op individueel niveau... maken mensen hun keuzes. Als je uitzoomt, dan zie je natuurlijk inderdaad wel die patronen dat vrouwen veel vaker part-time werken dan mannen. Ja. En dat is het lastige in de zin van bijvoorbeeld ook als kinderen op een gegeven moment wel het huis uit zijn, dat blijft er over. Het zorgt ook vaak voor veel financiële afhankelijkheid van een partner. Ja. Nou, en met ook mogelijke schadegevolgen van dien. Werk kan natuurlijk ook een belangrijke bron van persoonlijke ontwikkeling zijn. Dat zie je ook. Je ziet in die zin zie je ook wel dat ja, mannen ook wel steeds vaker iets hebben. Die willen ook onderdeel zijn, zeg maar, en betrokken zijn bij opvoeding van kinderen bijvoorbeeld. Ja. En ik denk ook wat we ook wel moeten, wat ik denk ook wel belangrijk is als je het hebt over keuzes, bijvoorbeeld of keuze om deeltijd te werken. Die keuzes gebeuren natuurlijk ook niet helemaal in iets. Ook al denk je van ja, ik maak hier een persoonlijke keuze, maar uiteindelijk gebeurt dat wel in een bepaalde context. Dus. In onze maatschappij hebben we ook nog steeds wel normen over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. En die ook best wel op subtiele wijze bijvoorbeeld keuzes die mannen en vrouwen maken kunnen beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld, ook al is dat allemaal veel minder traditioneel dan vroeger, als je kijkt zie je wel dat er wel verschillen zitten in verwachtingen waar mensen hun prioriteiten zouden moeten liggen. Dus bijvoorbeeld als vrouw natuurlijk prima dat je werkt,
Maar je prioriteit is wel je oude rol. En bij vaders is de prioriteit is toch wel echt je carrière. En dat vrij subtiele wijze wordt dat vaak ook wel overgedacht. Of als vrouw zwanger is, dan wordt vaak natuurlijk ook wel gevraagd, hoe ga je dat dan doen met het verdelen? En dan wordt dat in die zin wel echt minder gevraagd. Maar is dat niet logisch? Want mannen kunnen niet zwanger worden. Dus die vraag zal niet vertellen. Ja, precies. Dus in die zin is gender ook altijd, of geslacht, altijd een hele interessante. Hè? Want je hebt natuurlijk ook echt biologisch verschillen. Ja. Dus dat stukje. Dus in die zin is dat ook. Maar je hebt ook het stukje soort van wat onze maatschappelijke ideeën zijn over, verwachtingen zijn over. Voor mannen en vrouwen. En dat is niet per se hetzelfde. Dus je hebt natuurlijk altijd dat stukje. Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde. En dus ook een stukje van welke verwachtingen hebben we van mannen en vrouwen. Ja. Je ziet bijvoorbeeld inderdaad ook. Wat je bijvoorbeeld ziet, onderzoek van mijn collega's, die hebben dat wel gedaan, waar je bijvoorbeeld ziet dat vrouwen vaker schuldgevoelens hebben als ze bijvoorbeeld geen prioriteit geven aan het gezin dan mannen. Ja. En wat niet alleen maar verklaard kan worden door dat komt bijvoorbeeld factoren, maar ook wel inderdaad door, als jij inderdaad dat niet doet, krijg je wel meer negatieve reacties uit je omgeving. Dus er is wat meer sociale druk op vrouwen. Bedoelt u dat? Ja, absoluut. Ja. Oké, maar welke rol spelen dan die impliciete vooroordelen bij het in stand houden van genderongelijkheid op de werkvloer bijvoorbeeld? Ja, dat is denk ik een hele interessante vraag. Ik ben een sociaal organisatiepsycholoog, dus dan kijk ik ook heel erg naar de vraag inderdaad, hoe komen mensen bloeien in hun werk, waar komen ze terecht, wat is de invloed van de omgeving erop? Ja. En daarin zien we dat inderdaad, wat we daar heel duidelijk zien, is dat mensen die een beetje dezelfde kwalificaties hebben, op andere plekken terechtkomen, of andere paden bewandelen. En dat het ook echt verschillend is tussen mannen en vrouwen. En dat het niet eens per se zo is dat er verschillen zijn in die kwaliteiten, maar dat mensen ook gewoon andere ervaringen hebben in hun leven en hun carrière. En dat ze in die zin een beetje andere paden bewandelen. En stereotypen spelen daarin zeker ook een rol. Dus het idee, dat jongens meer stoer zijn en sterk en niet emotioneel en competitief. En meisjes zijn zorgzaam en lief, gericht op anderen. Mannen zijn net daadkrachtig en prestatiegericht. En vrouwen zijn de goede luisteraars en gevoelens. En ik denk even los van ook waar ze van ook vandaan komen, die stereotypen. Het is wel, zeg maar, of dat, weet je, wat daar allemaal onder ligt, is dat dat we zien eigenlijk in onderzoek dat de verschillen uiteindelijk niet eens zo heel erg groot zijn. Er zijn gemiddeld genomen zijn er op sommige dingen inderdaad wel verschillen. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze wel echt een beetje te simplistisch in de zin van dat uiteindelijk verschillende tussengroepen heel erg benadrukt worden, terwijl verschillen binnen groepen echt geminimaliseerd worden. Dus bijvoorbeeld mijn buurvrouw en ik, of twee gewoon willekeurige vrouwen, verschillen waarschijnlijk veel meer van elkaar dan de gemiddelde man en de verschillende vrouw. Ja. Dus de fout die we vaak maken is in die zin dat we de perceptie van een gemiddelde persoon ook een beetje projecteren op een individu. En ik denk wat misschien nog wel belangrijk is dat we ook, en dat is een beetje inderdaad hoe je dan bij die impliciete vooroordelen uitkomt, ja, is dat we ook vaak van man en vrouw verwachten inderdaad dat ze die kenmerken hebben. Dus we verwachten dat meisjes lief en zorgzaam zijn en dat jongens stoer zijn. En als ze dat of dat ze worden afgestraft als ze dat niet zijn. Dus bijvoorbeeld als mannen die juist heel erg verzorgend zijn, dat ze wat eerder als een watje gezien worden. Of ambitieuze vrouwen die als eerder als wat dominant of bazig gezien worden. Ja. En als je het dan hebt inderdaad over op het werk, dan gaat het ook echt om die belangrijke momenten waarop die verwachtingen die we dan hebben op basis van mensen geslacht en ook beïnvloed. Dus bijvoorbeeld inderdaad als bijvoorbeeld de jonge vrouw minder promotiekansen krijgt, als er vanuit wordt gegaan dat ze dat ze dat toch niet zou willen, want ja, ze zal misschien wel kinderen krijgen. Ja. Dan is het maybe baby effect. Mm-hmm. Misschien krijgt ze een kind. Of dat als mannen inderdaad bijvoorbeeld ook verlof op zouden willen nemen voor zorg, dat die negatieve reacties krijgen. Of vrouwen die zich wat dominant gedragen en leiderschap, dat wij dat vaak ook wel een beetje naar persoon vinden, want ja, die heeft niet die warmte die we van vrouwen verwachten bijvoorbeeld. Ja, dus een beetje een stereotyp beeld wat bij mensen in hun hoofd leeft. Maar hoe zouden we dat kunnen doorbreken? Dat is dan de vervolgvraag, want als we dat constateren, hoe ga je daarmee om?
Wat doe je er tegen? Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik denk ten eerste een soort ook besef dat we die stereotypen allemaal wel hebben. Ik bedoel, ik heb die stereotypen ook. Dat hebben we allemaal wel. Want ik bedoel, dat zijn beelden in die zin ook wel die we heel vaak om ons heen horen. Ja. En dat het ook moeilijk is om dat niet te doen. En het is ook heel logisch. Ik bedoel, stereotypen helpen ons ook om een soort van om de wereld die heel ingewikkeld is ook een beetje wat meer simpel te organiseren. Dus we hebben ook verwachtingen op mensen op basis van hun leeftijd of overal hebben we vast, zeg maar, dat helpt ons ook een beetje de wereld te organiseren. Dus dat is op zich heel logisch. Wat we natuurlijk willen is dat het er niet voor zorgt dat we uiteindelijk mensen negatiever behandelen of gaan discrimineren. Ja, exact. Inderdaad, want dat kan natuurlijk uiteindelijk op die manier daar wel toe leiden. Dus als je het ook hebt inderdaad over, oké, wat kunnen organisaties hier bijvoorbeeld mee? Ja, dan is dat best wel niet een simpel antwoord op, denk ik. Want dan als dat zo was, had het al geen rol meer gespeeld. Dus ik denk wat bijvoorbeeld als je denkt aan organisaties, wat één ding wat heel belangrijk is ook een beetje te monitoren van, goh, wie stroomt eigenlijk binnen in onze organisatie? Hoe is de doorstroom in onze organisatie en de uitstroom? En zien we dan daarin bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld vrouwen op een gegeven moment vaker uitstromen? Of als je kijkt naar de instroom, hoe nemen we eigenlijk mensen aan? En hoe objectief gaat dat proces? Dus ja. Hoe objectiever het is, hoe beter eigenlijk. Dus als het meer subjectief is of in je eigen netwerk of als het bijvoorbeeld sollicitatieprocessen wat losser is, dan zie je dat er meer ruimte is voor die stereotypen. Dus dat je eigenlijk onbewust verwachtingen hebt van iemand. Ja. Of mensen net iets anders behandelt op basis van die verwachtingen. Dan wanneer het meer objectief is. Ja, dus eigenlijk wat u zegt is dat elke organisatie op zich individueel moet gaan kijken naar de populatie, naar de arbeidspopulatie en daarop beleid moet gaan maken. En als er meer vrouwen zijn die zich op een bepaalde manier gedragen, gevoelen, et cetera, dat kan op basis van het onderzoek, en dan kan je daarop beleid maken en eventueel de werkvloer vormgeven. Is dat wat u zegt misschien? Ja, absoluut. Nou, en het is ook wel om te denken, oké, maar uiteindelijk geen één organisatie, je hebt er niks aan natuurlijk inderdaad als je merkt op een gegeven moment. Want dat is natuurlijk wel iets wat je soms ziet inderdaad, hè? Dus dat het misschien best goed gaat om bijvoorbeeld inderdaad vrouwen ook aan te trekken, maar dat ze op een gegeven moment ergens stokken, zeg maar, dat ze niet doorstromen bijvoorbeeld. Ja. En dat het dan is de vraag, oké, is dat inderdaad ook misschien omdat vrouwen dat zelf niet willen? Is dat ook op soort van, op welke manier gaat dat eigenlijk, zeg maar, zien we dat, organiseren we dat als organisatie, dat je bijvoorbeeld promotie maakt, waar kijken we daarbij eigenlijk naar? En is dat eigenlijk wel een eerlijke manier op benadelen dat soms mensen ook? Dus bijvoorbeeld wat je vaak in organisaties ziet, is dat dingen als sterke toewijding en daadkracht en prestatiegericht en dat dingen zijn die echt waarnaar wordt gekeken om te kijken, oké, wie kan stappen maken. Ja. En dat zijn ook wel dingen die we in die zin vaker ook meer associëren met mannen. Dus in die zin zien we dat vaak iets meer sterker, of is dat, verwachten we dat meer te zien bij mannen en dan valt dat soms meer op. Ja. Dat je ook wel kijkt, oké, is dat ook echt wat nodig is om goed te zijn in je werk en ook om bijvoorbeeld een goede manager te zijn. Dus ik denk dat dat ook wel een, dan kunnen we dat ook iets verbreden, want als je dat wat verbreedt, dan spreek je ook een breder publiek aan eigenlijk. Ja. Iets wat mij erg interesseert, ik hoor dat mm-hmm. wel eens vaker en u moet zich realiseren, we zitten hier bij een radiostation, Radio Standvaste, dat mm-hmm. vooral op migranten is gericht en dus ook migrantenvrouwen. Ja. En ik hoor vanuit die vrouwen, hoor ik vaak dat witte vrouwenorganisaties niet altijd het belang van migrantenvrouwenorganisaties voorop stellen. En dat ze een iets ander belang hebben als het gaat om feminisme, vrouwenrechten, et cetera. Hoe kijkt u daarnaar? Heeft u dat vaker mee te maken gehad? Heeft u dat wel eens gehoord? Hoe kijkt u daarnaar? Ja? Ja, nee, absoluut. Dat is echt een ontzettend goed punt. En ik denk dat dat iets is waar vaak
Ja, wat een tijdje heeft, ik bedoel, überhaupt in feministische golf heeft dat een tijd geduurd. Het was inderdaad, en dat daar is nu veel meer aandacht voor, dat het inderdaad als we het hebben over de positie van vrouwen, eigenlijk gaat dat ook heel vaak over de positie van witte vrouwen. Ja. Dus ook als je kijkt inderdaad naar ook bijvoorbeeld op de werkvloer inderdaad uitkomsten, dat misschien inderdaad de positie van vrouwen is vaak iets minder positief. Maar als je kijkt, als je ook kijkt inderdaad naar de positie van vrouwen van kleur of zwarte vrouwen, is dat nog veel slechter. Dat vaak inderdaad als we hebben over vrouwen. Eigenlijk maakt dat soms ook wel blind inderdaad voor het feit dat bijvoorbeeld vrouwen van kleur hebben weer eigenlijk zelf weer hele andere ervaringen en nog veel negatieve ervaringen waar je blind voor kan zijn als je alleen maar kijkt naar het hokje vrouwen. Dus dat is absoluut een heel belangrijk punt. Dus eigenlijk zou er meer gedifferentieerd moeten worden. Dus als we het hebben over vrouwen, dan moet men altijd de vraag stellen van over welke vrouwen hebben we het precies? Is dat misschien hoe we daarna moeten kijken? Ja, absoluut. En ook wel denken van dat je daar, zeg maar, dat je realiseert dat. Want uiteindelijk waar het denk ik om gaat, ook heel vaak in organisaties, is ook dat je. Wat je als organisatie vaak ook wil, is gewoon gebruik maken van de diversiteit die je hebt in je organisatie, of die je mogelijk kan aantrekken in je organisatie. Ja. En daarbij kijken we ook naar de positie van vrouwen en positie van mensen van kleur en alle overlappen, et cetera, die daarin zit. Maar uiteindelijk waar het inderdaad ook vaak om gaat, is gebruik maken van niet alleen per se, zeg maar, het afstrepen van verschillende hokjes, maar welke diversiteit brengen mensen met zich mee. En ik denk dat dat ook als organisatie wil je daar gewoon ook echt heel erg. Uiteindelijk is dat ook waar het om gaat. En dat iedereen ook het gevoel heeft dat hij zichzelf kan zijn in die organisatie. En er gebruik van wordt gemaakt van zijn of haar talenten. Ja, oké, helder. Ja. We hebben het daarnet al een beetje gehad over wat organisaties kunnen doen. Om het beleid vorm te geven als het gaat om vrouwen. Maar hoe kunnen ze dus echt effectief dat beleid maken om die genderstereotypen en ongelijkheid tegen te gaan? Heeft u daar voorstellen voor of ideeën over? Ja, nou ik denk wat ik net zei, soort van bijvoorbeeld inderdaad als je sollicitatieproces, hoe objectiever dat gaat, hoe beter. Dus ik denk dat het ook gewoon, eigenlijk mensen hebben soms ook wel de neiging om te denken, oké, maar ja, ik doe dat niet, ik ben objectief en ik word niet beïnvloed door stereotypen. Dat is best wel niet een heel fijn idee voor jezelf om toe te laten. Maar dat kan ook maken dat je een beetje blind voor wordt dat. Wanneer dat dus wel gebeurt. Dus ik zou zeggen dat als organisatie is een soort van, oké, een eerste monitoren. Dus wie stromen er binnen? Hoe is het doorstroom en hoe is de uitstroom? En wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Ja. Gaat ook met mensen in je organisatie. En een ander is een soort van, de dingen ook meer objectief maken. In de zin van bijvoorbeeld bij een sollicitatieproces. Iets anders is ook wel dat dingen als genderongelijkheid en zo is ook wel een beetje zo'n veelkoppig monster. Dus als je maar één knop indrukt, zeg maar, dan kan ergens anders weer iets de kop op komen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld, iets als quota bijvoorbeeld, dat is heel ook wel controversieel natuurlijk. En ik snap ook wel waarom. Maar bijvoorbeeld als je een quota hebt bijvoorbeeld, maar uiteindelijk de werkcultuur, wat er van werknemers verwacht wordt, is nog hetzelfde. Ja, dan is dat waarschijnlijk niet het effect dat je wil hebben. Dus bijvoorbeeld KPN, die had ooit een quotum voor vrouwen in hun topposities. Nou, die zijn er uiteindelijk mee gestopt, want in hun woorden was het soort van, die vrouwen gedroegen zich net zoals de mannen. Dus uiteindelijk Die vrouwen gedroegen zich net zoals de mannen, oké. Ja, dat was in hun woorden. En daarmee bedoelden ze? Nou, daarmee bedoelden ze eigenlijk bedoelden ze daarmee, we hadden verwacht, dan wat meer vrouwen erbij, dus dan komt er ook meer dat vrouwelijke perspectief. Dat is uiteindelijk gebeurde dat dan niet. Dus wat je dan dus vaak ziet, is soort van, er wordt iets gedaan. Op een gegeven moment soort mensen denken, we moeten hier toch wat mee. En dan is er dus zo'n initiatief. En op een gegeven moment zijn we teleurgesteld, want het gaat niet snel genoeg. Of we vallen weer terug. Dan laat ook maar. Het heeft dus ook allemaal niet zoveel zin. Maar ik denk, in die zin laat dat dus ook zien, dat is wel echt iets van een lange adem. Dus bijvoorbeeld, je ziet daarin ook wel, als je het hebt over, als je de werkcultuur nog precies hetzelfde is en je hebt nog steeds soort van die meer harde, wat competitieve cultuur, dan
dan als je dan inderdaad ook meer vrouwen aanneemt in die hogere posities, ja, je verwacht nog wel precies hetzelfde van ze. Dus in die zin, ja, dan de cultuur verandert daarmee niet, zeg maar. Ja, het zou in die zin dan niet het gewenste effect hebben. Ja, het is toevallig dat u het aansnijdt, want ik meen dat ik heb ooit eens een rapport gelezen van dokter. Hoe heet ze ook alweer? Ik ben even de naam kwijt. 40 gekleurde mannen aan de top. 40 gekleurde mensen aan de top. En, dat is Judy Messman, denk ik. Ja, Judy Messman, correct. Ja, dat is inleiden. Inleiden, klopt. En die heeft met zoveel woorden beschreven wat er gebeurt wanneer gekleurde mensen aan de top komen. Want dan gaan ze zich eigenlijk op een manier gedragen waardoor ze eigenlijk het probleem groter maken in plaats van dat het kleiner wordt. Namelijk, ze gaan die dominante macht gaan ze eigenlijk versterken in plaats van dat ze er eigenlijk wegen openen om mensen die op hen lijken, voor hen makkelijker te maken om aan die top te komen. Ik zag hier een beetje, hoor. Maar lijkt dat niet een beetje, als ik het relateer aan vrouwen, op dat Queen Bee effect? En kunt u misschien meteen verklaren wat dat Queen Bee effect is? Want ik gooi zomaar een term in de lucht. Nee, absoluut. Ik vind het mooi dat je het aansnijdt, want inderdaad dat rapport van Judy Westman inderdaad is ook is een heel mooi voorbeeld. En het laat ook heel mooi zien, denk ik, dat dat de dingen waar we het over hebben, dat bij heel veel verschillende groepen speelt. Dus inderdaad, als je het bijvoorbeeld hebt inderdaad over Queen Bee fenomeen, dat is eigenlijk een beetje het idee dat vrouwen zich soms afkeren van andere vrouwen. Precies. Om in organisaties met veel mannen of in meer, tussen haakjes mannencultuur op te klimmen. Ja. En dan worden ze bijenkoninginnen, vandaar het Queen Bee fenomeen. Nou, het is ook wel een negatieve connotatie, de term. Ja. Dus het idee, weet je wel, dat je dan gaat zeggen, andere vrouwen werken niet hard genoeg. En als je het echt wil, dan lukt het je wel. Dus andere vrouwen zijn gewoon niet ambitieus genoeg. Maar en tegelijkertijd zichzelf wel extra dominant en assertief gedragen. Dus soort van, maar ik ben niet zoals andere vrouwen. Dus ik zeg inderdaad, ik ben uitzondering op de regel. Ja. Nou, dat wordt soms zo inderdaad ook wel gebruikt om te zeggen, inderdaad, zie je, vrouwen die ondersteunen elkaar onderling ook niet. Dus dat daar inderdaad een oorzaak van het probleem zit. En wat we dus inderdaad zien in onderzoek, en ik denk dat dat in dat rapport van professor Judy Messman kan dat ook mooi naar voren, is dat we in onderzoek ook zien dat het niet per se dat in vrouwen zit, dus dat vrouwen dat nu eenmaal doen, maar dat het ook echt een reactie is op de omgeving. Dus het is eigenlijk een soort van overlevingsmechanisme in een werkcontext waar met veel mannen, en niet alleen met veel mannen, maar ook met een hele competitieve werkcultuur of wat haantjesgedrag. Ja. Waar dingen worden beloond die we meer associëren met mannen. Dus eigenlijk om te zeggen dat ik mag dan een van de mannen weinig vrouwen zijn, maar ik hoor je wel. Dus eigenlijk wil je een beetje de aandacht afleiden van je geslacht, omdat je hebt gemerkt dat het je tegenwerkt. Ja. Dus je ziet ook, in onderzoek zien we dan ook dat vrouwen die dat meer hebben ervaren, die laten eigenlijk ook meer die reactie zien. Dus die keren zich meer af van vrouwen in die zin. Ja. Dus uiteindelijk probeer je aan te passen op een beetje een soort van, te assimileren eigenlijk aan wat belangrijk is in die context. Ja, maar dan dat is zo. Je probeert je te assimileren, aan te passen. Maar daarmee is eigenlijk bevestigd dat het dus voor anderen die onder jou, die op jou lijken of die wat minder kans hebben gehad, dat het voor hen nog steeds dus moeilijk wordt in plaats van makkelijker. Is inderdaad een negatieve effect daarvan. Is dat inderdaad dat het in die zin kan je, inderdaad ben je dan geen rolmodel meer voor anderen, zeg maar. Bijvoorbeeld voor andere vrouwen. Want je leert je aan de macht. Ja, absoluut. Ja, dus dat is absoluut een negatief effect ervan. Dus in die zin, en ik denk dat ik vrouw wil benadrukken, is dat het dus een reactie is op de omgeving waarin je zit. Dus als je, dus in die zin heb ik ook het idee dus we zien inderdaad dat het meer gebeurt in die meer soort van masculine-achtige werkculturen, of als vrouwen meer genderdiscriminatie ervaren, dan dat is echt de reactie. Dus als die werkcultuur in die zin wat minder masculien wordt of wat verbreed wordt, dan zie je dus ook dat vrouwen dat minder doen, want ze hoeven het minder te doen. Dus dan heb je inderdaad die negatieve effecten ook niet meer. Dus dat versterkt elkaar in die zin dan, want dan kan je inderdaad, je hoeft je niet af te keren van andere vrouwen om zeg maar op te klimmen, om het zo maar even te zeggen. Ja, dus die omgeving, die werkomgeving, die moet wat minder masculien worden. Ja, eigenlijk wel. En in die zin, inderdaad, is het ook niet eigenlijk hoe je het ook eerder omschreef. Het is ook niet specifiek voor vrouwen. Dus die werknormen inderdaad is vaak
niet alleen mannelijk, maar ook wit, zeg maar. Zeker als je wat hoog in hogere posities komt. Ja. Dus inderdaad, dat is ook de meer specifieke groep waar Jiri Mesman heeft gekeken. Dus het uitzicht hoe er gesproken wordt, hoe er wordt omgaan met mensen en zo. Dus en dat voldoe je niet aan die normen. Inderdaad dan, mensen leren hun accent af bijvoorbeeld, nemen een rol aan. Ja. Je past eigenlijk je zelfpresentatie aan inderdaad om je aan te... Als hoe je presenteert, pas je aan om je aan te passen. Ja, je wordt Nederlandser dan de Nederlanders, zoiets. Ja, precies. Dat geldt dan voor... Ja. Je ziet soms inderdaad ook wel dat vrouwen inderdaad dan in die zogenoemde wat topposities... Dat ze inderdaad zich soms nog meer masculien of meer competitief, zeg maar, gedragen dan de mannen om hen heen. Maar is dat slecht? Misschien wel, want die doorstroming die wordt daarmee belemmerd van andere vrouwen. Maar is dat slecht voor de vrouwen aan zich, voor hun carrière, et cetera? Als ze aan de top willen komen, dan moeten ze nou eenmaal aan de top komen. Dan moeten ze meestrijden. Ze kunnen niet anders, toch? Ja, nee, exact. Dus dat is inderdaad dus in die zin dus een hele logische reactie inderdaad. En ik denk het lastige is natuurlijk dat je op een heel erg lastig balans of akkoord balanceert. Ja. Want tegelijkertijd zien we natuurlijk ook, dat we van vrouwen minder accepteren dat ze zich dominant gedragen. Ja. Dus inderdaad, als vrouwen als die heel dat krachtig en dominant zijn, dan vinden we dat vaak ook niet een heel erg aardig mens. Of mannen worden meer als daadkrachtig gezien en vrouwen meer als als ik het woord mag gebruiken, meer als bitchy, zeg maar. Ja, dat woord mag u op deze radio, op dit radiostation gewoon gebruiken. Ja. Ja, dus wat we willen zien in een leider is vaak niet wat we willen zien in vrouwen. Dus je ziet ook wel dat voor vrouwen is dat echt een hele lastige balans waarin ze moeten, zeg maar, extra daadkrachtig zijn. Maar dan worden ze ook vaker als bitchy gezien. Nou, dan ga je compenseren met extra vriendelijkheid om maar niet als te koud te worden gezien. Maar ja, dan word je minder serieus genomen. En dan krijg je weer de opmerking dat je daar te veel mee bezig bent en niet sterk genoeg bent. Dus dat is een heel smal koord waar vrouwen op balanceren. En je ziet bijvoorbeeld in de politiek, zie je het ook heel erg. Iemand is Sigrid Kaag, heeft hier heel erg mee te maken gehad. Ja. Nou, dat is natuurlijk moeilijk om altijd op individuen te projecteren. Er kunnen ook heel veel andere dingen een rol spelen. Maar even terug naar Sigrid Kaag, hoe heeft zij ermee te maken gehad? Waar doelt u precies op? Nou, in de zin van dat zij ook vaak werd gezien als echt wel veel negatieve reacties kreeg. Als dat ze te koud was en dat ze niet, je verwacht dat ze warm is. Maar dat het vaak is, wie denkt ze ook wel niet dat ze is en dat ze te veel ruimte innam. Die heeft überhaupt natuurlijk heel veel negativiteit over zich heen gekregen, maar ook wel echt negativiteit die een mannelijke leider in haar politieke positie, zou ik wel durven zeggen, die het precies hetzelfde had gedaan, niet over zich heen had gekregen. Gewoon ook puur omdat we van haar verwachten dat ze warmte toont, omdat ze vrouw is. Ja, maar... Goed dat u dat toch even aansneed, want mijn indruk was daarbij dat ook heel veel vrouwen op die manier reageren. Van ja, ik had haar... Ja. De aanval komt soms niet van mannen, maar van vrouwen, is mijn indruk. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. En dat is ook in die zin, die stereotypen hebben we natuurlijk allemaal. Hè? Dus dat is zeker niet iets wat bijvoorbeeld alleen mannen over vrouwen hebben. Dus dat is absoluut waar. Ja, dus dat is... die bias hebben we, in die zin die bias of dat vooroordeel hebben we allemaal. Ja. Dus als vrouw vind je een andere vrouw die niet warm is, vind je ook nader, want je verwacht het niet. Net als man. Ja, complex eigenlijk, dit vraagstuk. Ja, er is dus niet één antwoord. Het is heel erg complex. Ja, dus ik denk ook wel, ik denk dat het ook heel erg laat zien dat je in die zin ook, dat zeg maar als je niet erkent of als je er blind voor bent dat dit soort dingen ook gewoon gebeurt in reactie op een omgeving. En dat we daar misschien ook vraagtekens bij moeten stellen. Ja. Als je dat niet ziet, dan gaat het inderdaad nooit veranderen. Dus je ziet soms ook wel eens dat er meer focus is op dat vrouwen zich anders zouden moeten gedragen. Maar dat is een beetje een soort van strijd die je nooit kan winnen. En ik denk het, en hetzelfde is, we focussen nu dan op vrouwen inderdaad, maar ook even terugkomen op jullie Mansmans rapport. Ja. En dat onderzoek, daarin zie je hetzelfde, denk ik. Uiteindelijk gaat het om ook soort van, wat is de norm en wat is de cultuur hier? En hoe is die cultuur voor verschillende mensen? Ja. En misschien inderdaad, jullie Mansman heeft dit gedaan, er is ook eerder onderzoek al wel
2015 was dat, denk ik. Dat was ook een collega van mij, professor Dirk van de Universiteit van Utrecht. Ja. Die heeft ook gelijkaardig onderzoek gedaan. Dat was onder Hindoestaanse medewerkers in Nederland. Professor Dirk, je bedoelt professor Belle Dirk? Ja, professor Belle Dirk. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus hij heeft onderzoek gedaan onder Hindoestaanse medewerkers in Nederland. En daarin zagen ze eigenlijk ook hetzelfde. Dus als zij meer, zij liet dan zien als zij meer discriminatie ervoeren op de werkvloer, dat zij dat soms ook wel deden om een beetje het soort van te overleven. Daar dat ze zich ook meer stereotypisch wit Nederlands gingen te dagen als manier om daar om te gaan. En ja, eigenlijk een beetje te bewijzen dat je er wel past, zeg maar, in die werkomgeving. Oké, een onderzoek naar Hindoestaanse werknemers. Daar had ik nog niet eerder van gehoord. Dus dankjewel dat je me dat even vertelt. Ik ga dat toch even opzoeken. Er wordt heel weinig geschreven over Hindoestaan en Antiek in de wetenschappelijke wereld. Dus ik vind het wel interessant om dit te horen. Dat zullen de luisteraars ook leuk vinden, denk ik. Ja, ja, dat inderdaad. Ik dacht, ik breng hem nog even naar voren. En het is, in die zin is het echt inderdaad, Het toont eigenlijk hetzelfde soort proces aan, maar dan inderdaad bij deze groep. Ja, oké. Okay. We gaan zo'n beetje, misschien nog één of twee vragen naar het einde van dit interview. Mm-hmm. Maar we hebben het misschien al een beetje aangeraakt hoor, maar hoe beïnvloedt die combinatie van werk en gezin de carrièrekeuzes van vrouwen? Is er überhaupt sprake van beïnvloed? Ik denk het wel, maar kunt u er hierop reflecteren? Ja, zeker. Nou, ik denk wat het is, en daar hebben ze al een beetje aangestipt, dus dat komt ook heel erg bij een soort van de verwachtingen die we hebben van mannen en vrouwen wat betreft het combineren van werk en gezin. Ja. En ik denk zeker wanneer ook een keuze is. Ik bedoel, ook vaak genoeg hebben mensen die keuze helemaal niet, denk ik. Dus om een beetje onmogelijk om minder te werken bijvoorbeeld, of niet fulltime te werken vanuit financieel oogpunt. Ja. Dus als je die keuze wel hebt, dan is inderdaad, dan zien we dus wel inderdaad dat die verwachtingen over waar mensen hun prioriteiten zouden moeten liggen, dat die wel echt een invloed hebben. Dus dat je inderdaad bij als vrouw dat die prioriteit nu bij je oude rol zou moeten liggen en als vader meer bij carrière. En ik merk wel echt dat daar verandering in komt. Dus die verschillen zijn vrij subtiel. Dus het is niet per se, weet je, als vrouw werken is, wordt helemaal niet gezien als iets raars, maar het is meer. Het is allemaal prima, maar uiteindelijk, als het erop neerkomt, is toch wel echt ook die prioriteit een goede ouder zijn. Ja. En dus ook meer die schuldgevoelens hebben. Dus dat is dus in die zin kan dat zeker wel vrouwen en carrièrekeuzes beïnvloeden. Ook zeker ook bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld niet zo lekker op je werk zit of tegen dingen aanloopt daar. Dan is het soms ook dat je denkt van ja, dan. En je hebt natuurlijk ook veel zorgtaken te vervullen, dat je daar dan soms ook voor kiest om meer thuis te zijn. Dus dat zie je dus ook wel. En ik denk bij vaders zie je dat zeker ook. Ja. Dus het is meer dat de uiteindelijk is het ook, zeg maar, het idee van een goede vader zijn is deels vaak ook wel van ja, ook geld binnenbrengen voor het gezin, zeg maar. Dus dat conflict zit daar iets minder dan bij vrouwen. Het wordt wel van een man verwacht dat hij brood verdient, dat hij het geld verdient. Een man zonder geld, ja, dat die wordt niet voor vol aangezien hoor, door veel vrouwen niet. Dokter. Nee, absoluut. Dus je ziet ook wel inderdaad, er is ook in dat onderzoek van een collega van mij, Melissa Fink, en zij heeft ook waar ze keek naar heteroseksuele koppels. Dus ik bedoel, dit is ook in die zin een heteroseksueel perspectief uiteraard, want bij heteroseksuele koppels eigenlijk alles waar we het over hebben nu. Ja. En wat zij ook ziet, en dat we dat ook in andere landen zie je dat ook wel, is dat inderdaad dat zeker als bijvoorbeeld een vrouw een kostwinnaar is, als dat een eigen keuze is, en als een man dus minder verdient, ja, die man wordt vaak toch wel een beetje gezien inderdaad als een watje en het idee van nou, dat kan niet helemaal een gelukkige relatie zijn. Dus in die zin zie je ook inderdaad dat binnen zo'n koppel. Dus in die zin is het natuurlijk ook, en daar hebben we nog niet helemaal, dat is nog niet helemaal zo langs gekomen. Maar het is natuurlijk ook op mannen, zeg maar, die als we het hebben over die stereotypen en zo, dat heeft ook heel veel invloed natuurlijk op mannen. En legt ook heel veel druk op mannen. Ik denk misschien vaak nog wel meer dan op vrouwen. Dus als in die zin is de negatieve reacties die mannen krijgen als zij wat meer bijvoorbeeld hun zorgende kanten daarop meer focussen, zijn eigenlijk veel negatiever dan negatieve reacties die vrouwen krijgen als ze meer focus op carrière. Dus, ja, en dan een laatste vraag, want
Iets wat in mijn hoofd speelt is de verandering van de manier hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan, relaties. Vroeger bleven ze vanaf hun 15e tot hun 80e bleven ze bij elkaar. Ik chageer een beetje, maar dat zal nu niet meer zo snel gebeuren. Ik zat zo in dat de gemiddelde relatie 4-5 jaar duurt en dan is het over. Ik weet de statistieken niet uit mijn hoofd, maar het is in ieder geval wel, minder lang dan vroeger, inderdaad. Ja, maar dat heeft dus ook effect op de manier hoe er op de werkvloer met mannen en vrouwen wordt omgegaan, schat ik in. Want een vrouw die alleen kinderen moet opvoeden, dat is iets anders dan een man die, de kinderen die zijn bij de moeder. De man die is vrij en blij, die heeft kinderen, maar die ziet ze één keer in de twee weken. Is dat ook niet een negatief effect voor de ontwikkeling van vrouwen op de werkvloer? Ja, absoluut. Ja, zeker. En dat is natuurlijk, en dat is, ik denk misschien, als je dat, ik weet, we hadden het net ook de hele tijd over stereotypering en dat soort dingen. En dit zijn natuurlijk, en dat speelt nog meer de rol als het echt gaat om keuzes maken, bijvoorbeeld en persoonlijke keuzes. En dit zijn natuurlijk ook, weet je, dat zijn ook meer zaken waar dat is helemaal geen keuze vaak. Dat is gewoon nu eenmaal wat de situatie is. En dan is het inderdaad ook Je wil je kind opvoeden en dat is bijna een plicht. Ja, je moet het ook allemaal bolwerken en dat is ontzettend moeilijk om te doen. Want ook omdat het hele systeem is opgericht dat er twee ouders zijn die dat een beetje met elkaar uitvogelen, zeg maar. Echt dat anderhalf verdienersmodel. Ja. Dus dat is, daar komen nog hele andere dingen bij kijken. Als je het hebt over kinderopvang en vergoeding daarvoor. Maar ook inderdaad, je moet je kinderen niet te veel naar de kinderopvang brengen. Want dat wordt ook wel een beetje als negatief gezien. Dus ja, daar komen weer inderdaad hele andere ingewikkelde dingen bij kijken. En ook echt wel gewoon de onwaardering van zorgtaken die mensen hebben. Ja. Dus je ziet het ook wel, Women Inc. is dat geloof ik, heeft een hele mooie campagne nu over, hoe heet het ook alweer? Zie hem zo even niet. Maar die heeft nu een hele mooie campagne en dat gaat ook inderdaad over, zeker wanneer vrouwen ook even niet gewerkt hebben bijvoorbeeld. Nou, en dan wel, weer aan het werk willen. Maar ja, eigenlijk alle struggles die ze tegenkomen op weg naar werk eigenlijk. Ja. Daarom komt al deze dingen komen eigenlijk weer heel mooi terug. Ook al deze praktische zaken eigenlijk. En hoe moeilijk het is om die stap dan te zetten. Ja, helaas. Een complex vraagstuk. De vrouwen zelf zijn niet complex. Het gaat om het vraagstuk. Vrouwenrechten. Het is inderdaad een complex vraagstuk. En dat misschien nog wel meer onderzoek nodig heeft. En meer mogelijkheden die door de overheid worden geschapen om dit complexe vraagstuk een juiste richting te geven. Dr. Veldman, dank u wel voor dit gesprek. Ik vond het fijn met u praten. Maar we moeten toch echt gaan afsluiten. Beste mensen, dit was Dr. Veldman, assistent professor aan de Universiteit van Utrecht. We hebben gesproken over vrouwenrechten. En beste mensen, dit was het weer. Tot de volgende keer. Dag. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.